Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er trekken vrij veel wolken over Nederland en de meeste concentreren zich in de loop van de dag op het oosten van het land. In het westen zal de wolken wat meer versluierd zijn, met wat zon die er tussendoor prikt. In de ochtend is dat al het geval. In de ochtend valt er in het oosten hier en daar wat lichte regen. En ook vanmiddag kan er in het oosten wel een enkele stevige bui vallen. De meeste neerslag valt in Duitsland, daar onweert het ook. En in de regen blijven de temperaturen wat achter, maar als de zon even schijnt, kan het toch nog wel 23 of 24 graden worden. Vanavond breidt het drogere weer zich van het westen uit, langzaam naar het oosten uit. Breekt de zon nog af en toe door en klaart het dus ook wat meer op. Temperaturen liggen dan rond 18 graden. Morgen 21 tot 25 graden. Het is dus op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt af en toe, maar er trekken nog wel wolken over. De wind waait uit de noordelijke richting en wordt matig kracht 3 tot 4. De wind wordt Noordoost op de woensdag. Vergelijkbare temperaturen tot maximaal zo'n 26 graden. Het blijft droog. Donderdag neemt laat op de dag van het zuiden uit de kans op een onweersbui toe. Dan is het wel warm, 28 graden. Vrijdag weer 25. En ook dan kan er nog een regen of onweersbui vallen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.